Ik ben Peter Vinken, 36 jaar en leid samen met mijn broer Vinken Energietechniek. De firma is gestart 4 generaties terug met mijn overgrootvader in 1912. En wij bouwen energiecentrales. Energiecentrales die met biomassa gestookt worden. Het sterkste punt van ons bedrijf is onze cultuur. We hebben een goede technologie, maar we maken het echte onderscheid met de concurrenten dankzij onze cultuur. We maken het verschil met onze vinkeniers. Het ras van de vinkeniers is een apart ras, een ras die de klanten versiert. Wij bouwen installaties met een technische levensduur van 25 jaar. Als je met ons zaken doet, zit je 25 jaar met ons vast. Wel, we hebben een ploeg waar je graag 25 jaar mee samenwerkt. Personeel is voor Vinken het belangrijkste. Waarom? We hebben enkel personeel, we hebben geen enkele machine. Ons enige kapitaal zijn onze mensen. Het zijn onze mensen die het verschil maken. Sterke punten van Peter, het is een leiderschapstype, puur sang. Voor de firma. Vooral zijn gedrevenheid en zijn zin voor perfectie. En hij heeft ook de ambassadeurskwaliteiten naar buiten toe, naar klanten toe en leveranciers, om die rol volledig te vervullen. Peter straalt heel veel energie uit. Hij kan de mensen heel veel energie geven. Ik kan ook wel energie uit je zuigen. Mocht je dat uitknippen? Ik denk mijn sterkste punt is dat ik een optimist ben. Optimist onder gelijkwaardige condities en gelijkwaardige omstandigheden. En dat heeft mij in de moeilijke perioden in het bedrijf, Azië-crisis, depreciatie van de dollar, heeft het optimisme voor gezorgd dat we blijven verder gaan. Als je wil ondernemen, als je zelf wat wil doen, omring je met goede mensen en geef nooit op. Blijf doordoen, blijf proberen. De weg is het doel. Ik ben ongelooflijk een luiaard eigenlijk. Ik raak dus amper uit mijn bed. De hoofdreden waarom ik 's morgens uit mijn bed geraak is omdat ik nieuwsgierig ben, nou, wat gaat er nu vandaag weer gebeuren? Kun nu zelf zijn. Dat is bijvoorbeeld mijn grote luxe in de firma. Ik ben mijn eigen van 's morgens tot 's avonds. Moe, lastig, ambetant, enthousiast. Je kunt dat zijn. Anders moet je altijd een rolletje spelen. En dan kan je leven pas beginnen als je het werk verlaat en thuis komt. Dat is triest, hè? Naast mijn werk is mijn passie de wereld zien. De wereld zien, reizen, andere mensen leren kennen. Als ik me met een dier moet vergelijken, vergelijk ik me graag met een luiaard, omdat ik altijd de weg van de laagste weerstand zoek. De gemakkelijkste oplossing. Ik had hem eerst vergeleken met een wolf. Een wolf is dus een dier dat over heel het noordelijk halfrond voorkomt, een groot territorium heeft, heel snel van plaats kan verwisselen. Waar ik Peter misschien best mee kan vergelijken, is een hems. Omdat Peter ook een energiek persoon is, die graag op moeilijk terrein leeft, zich op moeilijk terrein leeft, niet voor de platgetreden paadjes kiest, maar graag van uitdaging naar uitdaging springt. In een ander verhaal is er eigenlijk één dier dat nog beter is dan de wolf, en dat is het derde biggetje. Door een stevig huis te bouwen en door het vuur aan te steken, heeft hij eigenlijk zijn broertjes beschermd tegen de wolf. En is de wolf moeten afdruipen. En zo is het derde biggetje eigenlijk nog beter dan de wolf. Het is een roofvogel. Roofvogels zijn grote dieren en ze hebben een jachtgebied. En die bespieden zich in feite van op een grotere afstand. Een arend is een vogel die eigenlijk hoog in de lucht vliegt. En daardoor kan hij over de bergen gaan kijken. Hij moet leven in het nu. Nu moet je leven en niet... Het is lastig oefening. Dus ik heb nog plannen voor de komende 30 jaar. We gaan verder met het bedrijf doorgroeien. Op de weg dat we zijn amper begonnen.